Makkelijke 15. BNN Vara. Er is maar één. Een mooie zondag, Giel. Ja man, echt zonnige zondag. Dan klinkt die lijst toch beter, hè? Ja, stukken beter. We hebben 5 nieuwe deze week. Dat betekent dat er ook 5 zijn vertrokken. En Paul Weller, die hoor je zo als eerste. Want die redt het nog net in de nieuwe editie van... Op 9. De NPO Radio 2 App Service. Ja, sorry Giel. Hoogste tijd voor de Classic. Het is al 5. Wat zeg ik? Het is al bijna 5:08. Joh, we zijn laat vandaag, maar dat maakt de Classic niet minder interessant. Eens even kijken. Ik denk dat ik Erik Mouw aan de telefoon heb. Erik, goedemiddag. Goedemiddag. Radio, heb jij zo'n oude transistorradio gewoon lekker buiten aan? Of, Nee. Ah. Ik was aan het schaven. Ik ben een tuinhuis in elkaar aan het zetten. En dan moest wat hout op maat geschaafd worden. En ik had een noise cancelling hoofdtelefoon op. Oké. Okay. Dus de buren zitten met de klerenherrie en jij zit met de muziek op je hoofd. Ja, precies. Ja. En minder klerenherrie. Ja. Nou, die kleren moeten wij er maar even voor zorgen. Dat kan toch ook, ja. Goed, man. Heb jij de plaat die jij nu aanvraagt, heb je die nog gehoord ooit bij de Verrukkelijke 15? Of ben jij van een latere laser adapter? Nou ja, in theorie volgens mij 85 uit mijn hoofd. Dus ja? Dat zou ik in theorie wel gehoord moeten hebben. Maar ik ging toen naar middelbare school. En ik geloof dat ik wel een Walkman had. Maar volgens mij was de Verrukkelijke 15 op zaterdag altijd. Nee, dinsdag. Oh, dinsdag. Dinsdagmiddag. Oké, nou, ik kan het me niet echt herinneren dat ik hem gehoord heb. Nee, maar er zijn genoeg archieven om dat op in te halen. En je hebt in ieder geval een hele fijne uitgekozen. Dus als jij die even aankondigt, dan gooi ik hem erin. Zullen we het zo doen? Oké. Nou, dit is David Bowie. This is not America. Heerlijk! Verrukkelijke 15. Classic. Zou het leuk zijn als hij ook gaat spelen. Dankjewel Erik, hier is voor jou David Bowie samen met Pat Metheny. Dankjewel. Fijne middag. Ik ben benieuwd of jij even netjes deze Verrukkelijke 15 op een rijtje kunt zetten, Giel. Dat is, of, we zijn er al klaar voor. Ja, we zijn er gewoon al klaar mee. Maar dan vertel ik ondertussen eventjes dat Ronald een appje stuurt. Is de lijst nog beschikbaar als overzicht, zoals voorgaande weken? Nou, ik zal je vertellen, die gaat zeker beschikbaar zijn. Maar Jesse, die is er vanmiddag niet bij. Die moet gewoon even andere dingen doen. Dat werd allemaal... Maar dat gaat allemaal helemaal goed komen, want wij hebben sterren. En dat gaat lukken toch, sterren? Of... Ja. Zeker, ja. Ja, zie je wel. Dat is echt sterren. Ja, nee, mensen denken van ik verzin zomaar iemand. Maar sterren bestaat echt. En die gaat dat voor ons in orde brengen. Oké, op 15 begonnen we met Paul Weller, Shades of Blue. En op 14 de eerste verse van Barbara Pravi, Voila. Op 13 Neil, Maneskin, City Buani. En op 12 blijven staan Kaleo, Hey Gringo. 11 blijven staan Celeman, Game Over. En op 10 blijven staan Curtis Harding, Hopeful. Op 9 gedaald Wies en Meisje. En op 8 ook gedaald Komodo, Easy Prey. En op 7 Neil, Son Mieux en Drive. Op 6 is hij gedaald Bert of Happy in Hindsight. Op 5 nieuw Tim Knol, Wandering Heart. En op 4 de hoogste verse van Neverone, Can't Love. Op 3 dus blijven staan de Black Keys met Crawling Kingsnake. Op 2 blijven staan Certain Animals en Hold On. En dat betekent dat ook de nummer 1 is blijven staan. In de zesde week staat hij daar, Jet Rebel, Love Right Now. En zullen we de live-versie doen? Ja, nee, die had ik zeker klaar moeten leggen. Nee, het maakt niet uit, maar omdat het bij jou was, ik denk... Nou ja, nee. Laat ik dan even vertellen dat Jet Rebel echt 2 dagen nadat dat nummer uitkwam... hier in de studio stond en die stond... Die had zo ongelooflijk veel zin om te spelen. En ik kan je vertellen dat de studio-versie duurt 3 minuten 54. In de studio gooien ze daar een paar minuten bij. En dat is toch wel lekker om eventjes te horen, toch, Giel? Ja, man. Volle 6 minuten. De nummer 1. Jet Rebel, Love Right Now. Jongen, wat een energie. Heel veel lof ook via de app. Allemaal mensen die hem live willen zien. Nou, dat gaat allemaal gebeuren. Hij is teruggekomen met een album en staat voor de 2e week op nummer 1. Love Right Now, Jet Rebel. Virtuele Verrukkelijke 15. Ja,
duiken weer eventjes de geschiedenis in. En we kijken naar de lijst die er nooit geweest is, maar in onze gedachten wel. Want de Verrukkelijke 15 stopte in 1989. Maar met de instelling van nu, met de instelling van toen, kijken we naar de platen van toen. De ogen van nu, die bepalen dat er een paar nieuwe binnen zijn gekomen en dat we een nieuwe nummer 1 hebben. Ik neem even de hoogtepunten van je door, met je door, van de Verrukkelijke 15, zoals die geklonken zou kunnen hebben op 5 juni 1990. Als je dat allemaal voor je neus wil zien, dan kun je trouwens abonneren op de nieuwsbrief die elke week uitgestuurd wordt. Dat kun je doen door eventjes naar nporadio2.nl/verrukkelijke15 te gaan. Daar kun je ook stemmen en daar kun je abonneren op de nieuwsbrief. Het is geen spam, 1 briefje per week. Een vriendelijke herinnering om te stemmen. Ik krijg ook een appje van Peter. Nee, van oh, er zijn heel veel mensen die ineens... Ja, Peter, een andere Peter, die zegt tot wanneer kun je stemmen. Doe dat tijdens de werkweek. Dat gaat het beste. Dan wordt de stem zeker geteld in het weekend. Gaat er nog wel eens wat verloren. Maar als je dat gewoon door de week doet, dan gaat het helemaal goed. En je kunt straks vanaf 6 uur kun je stemmen. We kijken nu dus naar de lijst van 5 juni 1990. Lijst op 3, Step On van Happy Mondays. Vorige week draaide ik Killer van Adamski. Die kwam binnen op 1. Maar die zakt in de tweede week al naar nummer 2. En dat betekent dat de plaat die vorige week op nummer 2 stond, dat die nu stijgt naar nummer 1. En dat is een hele fijne, hoor. Dat is er eentje die je niet heel erg veel hoort op de radio. Dus ik vind het leuk om eens even helemaal te draaien. De volle bijna 5 minuten. Depeche Mode, Policy of Truth.